Je ziet hem staan, hè, of haar. En je denkt: wow, maar hoe kom je nou achter dat hij of zij dat ook bij jou denkt? Dat is even een beetje wetenschappelijk aangetoond. Dat is interessant. Ik ga het je uitleggen en dan weet je het voor Het draait in de hele wereld om intentie. Intentie. Als in: wat wil jij nou eigenlijk? Wat wil jij nou eigenlijk? Met je omgeving, met de mensen om je heen, met wie je bent en met wat je doet. En wat voor intentie heb je voor anderen? En dan zou je denken: ja, oké, okay, is een mooi verhaal, maar uh, hoe, kun je dat zien of zo? Ja, dat kan je zien. Er is onderzoek gedaan naar intentie en of je dat zichtbaar kunt maken op een beetje medisch-wetenschappelijke manier. De EEG, electro- en maakt niet uit. Hersenfilmpje. En dan zie je oplichten die delen van de hersenen die dan op een bepaald moment gebruikt worden. Onderzoek, vrij simpel, ik ga het helemaal kort maken voor je. Um, je hebt iemand die, die zit daar, daar staat iemand achter. Die persoon die daar achter staat, he heeft een intentie met de persoon voor zich. Dat wil zeggen, die heeft een goede of bijvoorbeeld een slechte intentie met de persoon voor zich. Beide EEG, dus hersenfilmpje, worden gemaakt. En wat blijkt? Op het moment dat de intentie van de persoon, die achter de persoon staat, die op de stoel zit, verandert, bijvoorbeeld van goed naar een kwade intentie, meet je dat bij beide. Dat is interessant, hè? Vervolgens, en daar nou gaan we het erover hebben, want uh, ik zeg net tegen jou, joh, het gaat allemaal om intentie. Maar eigenlijk in het leven gaan nog één stapje verder. Het gaat allemaal over liefde. Intentie en liefde, hoe werkt dat nou? Normaal gesproken, als je iemand leuk vindt, toch? Dan heb je een goede intentie met die persoon. We hebben het net gezien: intentie kan je meten, kan je zien, kan je zichtbaar maken. Dus intentie bestaat. Als je daarover nadenkt, um, dacht oké, okay, wat, wat kan je dan? Dan kun je zien van wat voor intentie heb je voor met iemand en wat doet een ander daarmee? Kan een ander dan misschien oppikken? Ja, blijkt, want als de intentie verandert, is dat meetbaar bij beide proefpersonen. Vervolgens is het interessant. Als je nou een intentie hebt met iemand, en je denkt, oeh, die vind ik leuk, positieve intentie, zou die ander jou dan ook leuk vinden? Nieuwe testopstelling. Er zit iemand op een stoel. Er komt iemand voorbij, gaat er tegenover zitten, een soort speed date. En die moet aangeven: vind ik die persoon tegenover mij leuk? Ja of nee? Punt. Met heel veel mensen gedaan, hè? Blijkt dat 84% van de gevallen de gelijke intentie bestaat. Kort gezegd: jij vindt die persoon leuk en die ander jou ook. Zeg maar kort gezegd: 84% van de gevallen was dat zo. Dus als jij morgen naar de supermarkt gaat. Je ziet iemand stijn en wat een leuk mens. Man, vrouw, maakt niet uit. Is er een 84% kans dat die persoon jou ook leuk vindt en een goede intentie met jou heeft. Jullie intenties matchen. Omstandigheden, situaties, eh, bepalen of daar iets mee kan. Stap jij in de bus, ga je zitten bij het raam. Je kijkt naar de buiten, buiten dat is een andere bus. En dan zit de, de vrouw van je droom of de man van je dromen, die kijkt naar jou. En je denkt: wow, en het matcht. maar ja, jouw bus gaat daarheen, zijn bus gaat daarheen. Dan heb je een beetje pech. Kom niet bij elkaar, maar je had wel goede intentie en het matcht. Dus ben je nu vrij gezellig. In deze prachtige tijd, waarin we weinig met elkaar kunnen communiceren, er zijn weinig feestjes, je ontmoet weinig mensen. Weet dat als jij bij de supermarkt met je mondkapje op. Iemand ziet, en die ziet jou ook. En jij denkt wow, hartstikke leuk, dan is daar een gelijkelijke intentie en een hele grote kans, 84%, dat dat wederzijds is prachtig. Dat betekent, je kan alle stroom opzij werpen en naar voren stappen. 84% kans. We hebben het ooit helemaal uitgezocht. En toen kwamen we erachter dat als je iemand tegenkomt, dan moet je een bepaalde set van rituelen door om bij iemand soort van binnen te komen? Dat iemand ook, ondanks de goede intentie, zegt: Oké, okay, hartstikke leuk. Ik sta open om met jou te communiceren en te zien of wij wat met elkaar kunnen in dit leven. Voor lang of voor kort dat ook mag duren. Nou, hebben we helemaal gekeken, echt bestudeerd. Hebben mensen hoe werkt dat? Gefilmd, 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 gefilmd. Allemaal beelden bekeken. Toen zag je een bepaalde set aan handelingen. Bijvoorbeeld. Je mag in eerste instantie, als je als man naar een vrouw toe komt, nooit rechtstandig op iemand aflopen. Want dat geeft een vrouw de kans om iemand af te wijzen. Je kunt namelijk heel lang dan bedenken, als vrouw zijnde of man zijnde, kijkend naar die andere, wat er allemaal niet goed is aan die persoon. Zijn schoenen niet, zijn shirt niet, weet ik het, heeft een flapelwaar, weet ik allemaal niet. Dat kan je maar bedenken. En op het moment dat die persoon zegt: Hallo, ik ben die en die, heb je hem eigenlijk al afgekeurd. Dus, een grote truc is: kom altijd vanuit een soort hoek opeens voor iemand en dan, de kans is er dus niet op afwijzing, hè, want die was het niet, laat je een aantal dingen zien die een fysiologisch effect hebben. De eerste is: je kijkt iemand aan in de ogen, diep in de ogen en verontschuldig jezelf. Je adem diep in, alsof je bijna schrikt. Je opent je ogen, kijkt in de ziel van die ander, die ander bij jou. Want je opent je ogen, diep inademen en je verontschuldigt. Sorry, een vorm van nederigheid. Vooral, het is vooral geldend van man naar vrouw. Daarmee opent de andere persoon, de vrouw. Oké, okay, dat is goed. En heeft gekeken. Nou, dan volgt er een set van handelingen daarna. Die hebben we bestudeerd. Ga ik nu natuurlijk niet klappen. En daarmee opent die andere persoon voor jou en kun je komen tot het bijna, ja, ik moet zeggen: laten plaatsvinden, versmelten van die gelijkelijke intentie. Dit is hoe het normaal gesproken altijd gaat. Maar er is, net als in het casino, een nul. En een nul vernacht alles. En dan gaat het over het fatale type. Ieder mens, man of vrouw, heeft een voor zichzelf fatale type man of vrouw. Dat is het type, daar krijg je knikkende in de knieën van. Die vindt je per definitie seksueel aantrekkelijk. Daarvan denk je, wow, dat is fantastisch, die ziet er geweldig uit, wat een lekker ding. Dat is eigenlijk het eerste wat je denkt. En dat is heel erg leuk. Maar dat is heel vaak niet de persoon die met jou die gelijkende intentie heeft. Dat is iemand die je gewoon seksueel ontzettend aantrekkelijk vindt. Als je je daar altijd door laat sturen, dan heb je misschien een fantastisch seksleven voor korte termijn. Alleen de ware liefde en de echte klik, hè, die intentie, je we mag ook wel eens klik, klik noemen, ja, die gaat er niet zijn. Het is dus de nul in het speelveld van de liefde. Het maakt dat jij door al die keren heen dat je denkt, wow, leuk mens, leuk mens. En, en die intenties gelijkelijk van twee kanten, jij er zomaar naast kan zitten. Want als jij het fatale type bent van die ander, maar die ander heeft niet dit gevoel. Zit dus in die 16% groep, wordt het niets behalve misschien heftige seks. De volgende keer kijk jij, jij ziet weer hetzelfde type. En denk maar na, nou, jij weet het van jezelf. Wat jouw type is, waarvan je denkt: Ja, als ik die zie, dan ben ik verkocht. Iedereen heeft die. En die is heel vaak niet een onderdeel van die 84% groep, maar van die 16% groep. Niets mis mee, ook niets mis mee om er iets te doen, maar bedenk je. Als je levenslang liefde wil kennen op een manier die vervullinggevend is, dan moet je in de 84% groep zijn. En als je oprecht, oprecht iemand leuk vindt, zonder gekke intenties, maar met een puur goede intentie naar jezelf en die ander toe, dan moet je dus in de 84% groep zijn. En het mooie is, daar ja, heb je dus 84% kans dat die persoon dat ook bij jou voelt. Dus, Valentijnsdag. Komt eraan en dan weet je, voel hè, die persoon die jij gaat uitnodigen naar het restaurant of zo, ergens, wandeling maken buiten met mondkap of zonder mondkap, weet ik niet. Ja, die persoon, als jij denkt, ja, oprecht, met een goede intentie, fantastisch, wat een fantastisch mens. Tuurlijk ziet ze er hartstikke leuk uit, of hij is prachtig. En je voelt ook dat gevoel van het is helemaal goed, dan zit je goed. Is het alleen dat je denkt: wow, leuke ding, uh, geil, weet ik het allemaal wel? Dan kan het leuk zijn voor je Valentijnsavond avond of nacht. Maar dan zit daar hoogstwaarschijnlijk niet dit in. Dat is de nul op het speelveld van de liefde. Niks mis mee. Maar uh, laat je altijd verliezen, hè? uiteindelijk. Ga voor de liefde.